De Nacht van de Wansmaak has risen from the grave is het meest controversiële blokje fascinaties. En dat gaat uiteraard over nazi's. Favoriete slechterikken al heel lang. En in de jaren 70 was er een genre dat ondertussen niet meer bestaat. De sadico-nazistas. En dat waren exploitation films, waarbij exploitation staat voor basically seks en geweld. Exploitation films die zich afspeelden in de nazi-concentratiekampen. Ja, qua smakeloosheid kan je moeilijk dieper zakken of verder gaan. Het is een genre dat een paar tientallen films heeft opgeleverd, waaronder ook, vreemd genoeg, grote successen. Ilsa de Wolvin van de SS is de meest beruchte van de sadico-nazistas. En op de Nacht van de Wansmaak tonen we een fragment uit La Bestia in Calor, The Beast in the Heat, zoals hij stuntelig in het Engels werd vertaald. Een Italiaanse sadico-nazista. Gelukkig valt er af en toe ook te lachen met de nazi's, ook al was dat misschien niet helemaal de bedoeling van de filmmakers. Nog voor de rage van de sadico-nazistas was er eind jaren 60 al een film met de veelbelovende titel They Saved Hitler's Brain. En daar gaat het ook over. Het gaat over een stel gekke wetenschappers die het brein van de Führer op sterk water hebben bewaard. Enfin, niet alleen het brein van de Führer, meteen zijn hele hoofd. En zoals u in het fragment kan zien, is de Führer helaas weinig van zeggen. Mijn Führer. Everything is as you ordered. The truck with the soldiers has been loaded, and the gas is ready in its cylinders. You will see your great victory, mein Führer. That, I promise you. Martell! Martell! Take him to the car.